Kerngezond TV is mede mogelijk gemaakt door Spooty.nl voor uw smoothiefiets en Mari Zwembaden en Wellness Wansum. Jongens, meisjes, papa's, mama's, opa's, oma's, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV. Ja, hij staat een beetje scheef achter me, maar weten jullie dan ook in welke stad ik ben? Ja, toch? De ouderen van zorginstelling Sinselhof in Venlo kregen bezoek van de jongens onder 17 jaar van Venlose Boys in het teken van de buitenspelval. Ouderen mogen niet buitenspel staan. Het werd een heuse spellenavond waarbij jong en oud samen veel plezier beleefden. In Beek was de bijzondere kampioenendag, de sportdag voor mensen met een beperking. Uiteraard wou iedereen even smoothie fietsen, maar ook de Polonaise zorgde voor een heerlijk feestje. De kinderen van speciaal onderwijs de Widdonkschool en voortgezet speciaal onderwijs de Ortolaan in Heibloem kregen bezoek van Gwen van Rosmalen, die ondanks een lage dwarslesie het beste uit het leven haalt. Gwen is een absolute inspiratie als het gaat om doorzetten en omgaan met tegenslag. Natuurlijk hebben wij de kids ook in beweging gezet. Ook dit jaar zetten de kinderen weer hun beste beentje voor in de scholenchallenge. In het prachtige aardbeienland, het gezondste land van de wereld, zijn er maar liefst 3 uitdagingen te overwinnen. 1. Beat the rope, oftewel touwklimmen. 2. Cornhole, wie gooit het zakje door het gat. En 3. Een heuse obstakelrun met vele hindernissen. Wie wordt de opvolger van basisschool De Triolier uit Reuver? Wie wint de nieuwe scholenchallenge? Groep 5 van basisschool De Mussenberg uit Horren mag het spits afbijten in de vernieuwde scholenchallenge. En dit zijn de dappere krijgers die hun uiterste best gaan doen. Zet hem op. Eerste onderdeel is Beat the Rope. Kijk ze eens klimmen. Wat een kanjers. Daar tikt de eerste de balk aan. Maar liefst 21 bonusseconden. Wat een start. En dit zijn de deelnemers aan onderdeel 2, Cornhole. Wie gooit de zakjes in het gat en zorgt daarmee voor extra bonusseconden? Daar gaan we. De eerste is net mis. Nummer 2 gooit iets te ver. Nummer 3 dan? Net niet. Wat een pech. Nummer 4 gooit iets te ver. En nummer 5 ook iets te ver. Geen extra bonusseconden dus. De teller blijft op 21. Op naar de obstacle run. Deze kanjers gaan de uitdaging aan. En we starten hoog. Daar gaan we. Letterlijk klauteren, maar dan omlaag. Goed zo. En nu nog een stukje omhoog. Aantikken en nummer 2 mag starten. Ook voor haar eerst een afdaling die ze uiterst zorgvuldig neemt. Goed zo. Nummer 3 mag vervolgens over de balk. Super! Nummer 4 mag door de banden. Wauw! Nummer 5 mag Tarzan spelen en in de touwen zwaaien. Dat is leuk, maar ook lastig. Dat zijn 5 strafseconden. Maar kijk eens hoe snel ze weer onderweg is.
top gedaan. Nummer 6 gaat van paal naar paal. Oei! Ook hier 5 strafpunten, maar ook hier een goed herstel. Nummer 7 mag over de banden naar de bel. Dat is best moeilijk als die banden gaan draaien. Maar kijk eens hoe vastbesloten ze is. Knap hoor! En daar is ze bij de bel. Hoppa! 145 seconden plus 10 strafseconden is 155 seconden. Daar gaan de bonusseconden 21 vanaf. En dan blijven er 134 seconden over. En daarmee is groep 5 van basisschool De Mussenberg uit Horn de eerste koploper van onze nieuwe scholenchallenge. Goed gedaan! Hey allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de bananenpannenkoek. In het kader van jong leren eten ga ik vandaag met jullie aan de slag met de hamburger. Maar dan niet de ongezonde variant, maar ik ga een heerlijke vegetarische champignonburger met jullie maken. Daarvoor hebben we natuurlijk nodig champignons, panko, dat is Japans paneermeel, maar jullie mogen ook normaal paneermeel pakken. 2 eitjes, een teentje knoflook en wat bloem. En dan beginnen we met het snijden van de champignons. Zo, daarvoor heb ik een koksmes. Jullie kunnen zelf ook een kleiner mes gebruiken als jullie dat fijn vinden. En ik maak er plakjes van en daarna reepjes. Ik heb ongeveer 6 grotere champignons heb ik fijn gesneden. Daarna ga ik verder met het knoflookje. Die maak ik even schoon voor jullie. Daar snij ik zelf altijd het kontje vanaf, want die is nogal scherp. En doe ik hem in mijn handen. Zo, en dan is hij helemaal schoon om te gebruiken. Zo, dan gaan we de champignons lekker aanbakken. Mijn pan is al lekker warm. Zo. En die mag je dan lekker heel even zo laten liggen. Dan laat hij zijn natuurlijke vocht los. En dat is het al, ja, dat vind ik persoonlijk het lekkerste. Ondertussen pak ik de knoflook en die rasp ik in de pan erbij. Dit kan natuurlijk ook via een knoflookpers of... Zo, de champignons die worden langzaam mooi bruin. En als ze mooi bruin zijn, dan kan ik ze hier in de kom doen. Zet ik deze even uit. En dan begin ik met 1 eitje toe te voegen. Zo, en die roer ik er gelijk even doorheen. Daarna pak ik de panko. Ongeveer 2 eetlepels. Roer ik er ook doorheen. En daarna de bloem. Ook ongeveer 2 eetlepels. En dan moeten we even kijken hoe dik gaat de massa worden. Zo, mijn champignonmengsel is bijna klaar. Ik doe er nog heel even snel wat zout en een beetje peper bij. Dan is het lekker op smaak. Meng ik dat nog heel even door elkaar. En dan kunnen we daarna beginnen met het vormen van de burger. Ik heb hier al 2 folietjes neergelegd. Dat kan eventueel ook met een boterhammenzakje of wat dan ook. En leg een klein beetje... op het eerste folietje. En dan pak ik daarna het tweede folietje. Leg ik er bovenop. En dan begin ik een beetje met het vormen van het hamburgertje. Zo, dan vouw ik dat daarna op. Alles naar binnen. En dan kan die... zo de koelkast in. Voor ongeveer 10 minuutjes, want dan kan hij een beetje opstijven en dan is het makkelijker met het bakken.
Zo, mijn burger die komt net uit de koelkast. Die kan ik nu lekker gaan bakken. Mijn pan is al heet. Dus ik haal hem uit de folie. Zo, je ziet nu aan de zijkanten dat hij licht begint te kleuren. Dat is het teken dat hij goed is. Zo, de burger is al mooi goudbruin. Dus ik kan hem gaan serveren. Ik heb al een batchje gemaakt van rucola. En dat is ook heerlijk op een broodje of wat dan ook. Dat laat ik lekker aan jullie over. Dat kan met een tomaatje, een komkommertje. Maar dit is het champignonburgertje. Zo, de burger is nu klaar. Ik ga er lekker van genieten. Ik hoop dat jullie dat ook gaan doen. En ik zou zeggen, graag tot de volgende keer. Jullie hebben er even over na kunnen denken. Maar ik denk dat jullie het wel weten dat ik in Pisa ben. De toren van Pisa, de scheve toren van Pisa, achter mij. Bedankt voor het kijken. Blijf kerngezond en tot de volgende keer. Hoi! Kerngezond TV is powered by Marie Wansum, Sikon Logistics, Jong Leren Eten Limburg, Ria Joosten Catering en Evenementen, Limburgs Uitje en Aardbeienland, het gezondste land van de wereld.